Ziet je drie trillingen, periodieke bewegingen om de evenwichtstand. Al deze drie trillingen, die worden genoemd harmonische trillingen. Wat dat precies inhoudt, daar gaat deze film over. We gaan eerst eens kijken naar een trilling. Ja, iets aan een veer, dat trilt heen en weer om de evenwichtstand. En tegelijk kijken we naar de uitwijking als functie van de tijd. Kijk, hier gaat de tijd aan deze kant en ja, je kijkt iedere keer hoe is de uitwijking. En dan zie je dus een prachtig mooi regelmatig iets verschijnen. Ja, we laten nog even een klein beetje doorgaan en nou, nu is het wel weer stop, maar eventjes zo. Kijk, en dan zie je dus dat het UT-diagram een sinusvorm heeft. Ja, een sinusoïde wordt dat genoemd. En een trilling waarvan het UT-diagram zo'n sinusvorm heeft, een sinusoïde, zo'n trilling, dat wordt genoemd een harmonische trilling. Dus een harmonische trilling wordt gekenmerkt door een UT-diagram die een sinusoïde is. That's all. De trillingstijd bij een harmonische trilling, waar hangt die vanaf? Wel, we kijken eerst naar een massa. Als je een grotere massa aan een veer hangt, dan zal hij trager gaan trillen. Het is niet recht evenredig. Nee, als een massa vier keer zo groot wordt gemaakt, dan wordt de trillingstijd slechts twee keer zo groot. Dus er zit een wortel tussen. De uitwijking, is die van invloed? En het antwoord daarop is nee. De uitwijking heeft geen invloed op de trillingstijd. Althans, je moet hem niet te ver uittrekken. De veerconstante zelf, heeft die invloed? Ja, een stuggere veer zal sneller gaan trillen. Betekent dus dat als de veerconstante groter wordt, dan wordt de trillingstijd kleiner. Hij gaat sneller trillen. Het is net zoals met de massa, dat als hij vier keer zo groot wordt, dan wordt de trillingstijd niet vier keer zo klein, maar slechts twee keer zo klein. Deze zaken kun je in een formule stoppen. En een formule voor de trillingstijd bij een harmonische trilling, dat is 2π maal de wortel van m gedeeld door c. Oké, ieder voorwerp kan op de een of andere manier eenvoudig in trilling worden gebracht. Ja, denk aan een schommel, aan een slinger van de klok, hè, een wipkip. Alles heeft een eigen trilling waar hij lekker mee kan trillen of eventueel eigen frequenties. Proberen iets in trilling te brengen zonder de eigen trilling, dat lukt niet zo lekker. Als je naar voren gaat, je benen recht, hè? Ja? Goed zo! Ja, een eigen frequentie, dat gaat het beste. Ja, je moet, als je iets in trilling wilt brengen, de eigen frequentie gebruiken. En dat wordt resonantie genoemd. Iets gaat lekker trillen als je hem iedere keer de eigen frequentie geeft. Soms is het makkelijk resonantie, bijvoorbeeld om een schommel in beweging te brengen. Maar als je bijvoorbeeld een glas voor een luidspreker zet en het glas heeft dezelfde eigen frequentie als het geluid, dan gebeurt er... Thuis proberen, je mag het zelf weten. Tot ziens.